Goedenavond en welkom bij Silent Crime. Jonathan de Graaf, een normale jongen geboren in Amstelveen, groeide op tot een van Nederlands grootste topcriminelen. Aan zijn wervelende carrière kwam abrupt een einde door een bloedige liquidatie. We spraken met zijn moeder en zijn rechterhand, die hem beter kende als John. In de documentaire van vanavond vertellen zij openhartig hun kant van het verhaal. Ja, Jonathan was echt mijn kindje. Nou, kindje. In mijn ogen dan. Hij was inderdaad mijn beste vriend. Ik ken hem van vroeger. Ja, Jonathan ging altijd heel netjes naar school toe. En hij was ook ijdel. Hij stond heel vaak gewoon lang voor de spiegel. Zijn haar te doen en zijn kleding een beetje allemaal goed doen. Hij kwam ook thuis met leuke verhalen altijd van school. En geliefd bij de leraren. Ja, toen ging hij op zichzelf wonen in Zwolle. Heel moeilijk om je kind zo uit huis te zien gaan. Oh ja, Zwolle. Ja, we waren toen een jaartje of 20. We gaan altijd even een beetje smoken in het parkje, weet je toch? Lekker chillen. Het is lang geleden, ik weet het nog wel. Ik zat op een bankje, een jointje te rollen. En daar kwam John aan. En ja, hij had al een vloedje nodig. Dus ik gaf hem er eentje. En toen zag ik al een paar van die kerels eraan komen. In die tijd had ik daar mop mee. Dus ik dacht, kut weet je, er gaat geklapt worden. Maar gelukkig zag John dat. En hij kwam terug om mij te helpen. Hey, opstand. Hey. Daar ben ik tot op de dag van vandaag nog steeds dankbaar voor. Ja, Jonathan kwam altijd één keer in de week langs en was altijd heel gezellig. In het begin kwam hij altijd elke dag langs, de koffie. Maar hij kreeg het heel druk met zijn werk en ja, andere dingen. Ja, John was gewoon gedreven in zijn dingen. Was druk, was bezig met alles. En één keertje belde hij vanuit Polen. Hij was zijn telefoon vergeten. Wat een lachje was dat zeg. Maar goed, ik heb die telefoon gepakt, weet je. Ik ben gewoon naar Polen gegaan. Gewoon die telefoon gegeven. Dat is toch normaal? Ja, hij kwam altijd langs en dan ging die telefoon maar vallen. Het heel geheimzinnig naar de gang lopen. Kon er nooit wijzer uit worden of zo waar het nou altijd over ging. Hij kreeg een mooie baan bij de bank. Had altijd andere auto's, mooie dure kleding. Hij zei altijd dat hij de auto van de zaak leende. Dat ik toen niks door had. Nadat ze elkaar hadden leren kennen, ging het in een rap tempo. Ja, toen ik John leerde kennen, had ik een keertje mee naar huis genomen. Mee naar mijn zolderkamer toe. Ik had er een aantal planten staan en ik liet het zien. En die man kreeg gelijk de dollartekens in zijn ogen. Ik kweekte, hij verkocht. En die man was goed in zijn vak. Hij sloot alle deals. En ik hielp hem daarbij. Later ging het over hardere shit, weet je. Beetje sniffy, pilletje. Ja, zo ging dat gewoon. John en zijn vriend verdienden veel geld met het importeren en exporteren van onder andere cocaïne, heroïne en ecstasy. Zij bereikten een hoge status in het drugscircuit en kwamen er zo diep in terecht dat de hogere drugsbaronnen zich bedreigd gingen voelen. Hij ontving dreigbrieven en voelde zich niet meer veilig.